Sputnikstraat. 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 Ja, top. Dankjewel. Mooi. Hey. Hoi. Hallo, ik ben Martijn Neggers. Dit is Helmond, de Sputnikstraat. Sputnikstraat. We zijn hier voor de Neg en Van Ditmar postcode loterij. Geen 80.000 euro per persoon, maar een boek waarin ze zelf gepersifleerd worden. Zullen we dan maar een boek gaan uitreiken? Dat zul je er net in. Hoi. Oh, goedemiddag. Ik ben Martijn. Hoi. Ik heb een boek geschreven over Sputnikstraat 2. U woont daar. U bent de blijde winnaar van een boek. En waarom win ik een boek? Omdat je hier woont. Dus je hoeft er eigenlijk, je hebt er niks voor hoeven doen. Je hebt gewoon een boek gewonnen omdat je hier woont. In de Sputnikstraat. Volgens mij zijn ze niet thuis. Hoi, ik ben Martijn. Schat. Hoi. Ik heb een boek geschreven. Sputnik. Jullie hebben de Neg en Van Ditmar postcode loterij gewonnen. Jullie krijgen geen 80.000 euro. Wel een boek. Dat moet ik. Kijk. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Ja, mooi. Ik breng het geluk naar de mensen toe. Misschien maar gewoon een bloemje zetten dan. Hallo. Goedemiddag. U heeft dit boek gewonnen en dat wil ik u graag overhandigen. Nou, dankjewel. Had u er al wat over gehoord? Ja, ik heb het stukje in de krant gelezen en op nieuws. Ook uit de buurt mensen? Of, Nou, mijn kinderen en een broer die een appje stuurde, want heb je het al gelezen? Oh, jee. Even negatieve reacties op de Sputnikstraat. Oh jee. Maar er stond onder dus fictief. Fictief. Hallo. Goedemiddag. Ik heb een boek geschreven over de Sputnikstraat. Ja. Heeft u daar al iets van meegekregen? Ja, ik heb in de krant er iets van gelezen. Oh. Ik heb ook een paar reacties op gehad. Oh. Die waren niet zo positief. Niet zo positief? Nee. Je bent er eigenlijk niet zo blij mee met dit boek? Nee. Nee? Nee. Toch weer iets. Wilt u het boek wel graag hebben? Of ja. Denkt u van, nou steek maar in de fik? Nee? Nou, dan... Ja, toch wel. Ja, dan leef je toch maar een keer door. Wel ja. Joris kijkt naar de envelop die Gaston in zijn hand houdt. Dan kijkt hij nog eens nadrukkelijk naar de jas van de postcode loterij. Oh god, dit is niet waar. Joris slaat iets wat geforceerd zijn handen voor zijn ogen. Jij weet waar ik voor kom, hè Joris? Ik heb zo'n vermoeden. Ineens begint het te stortregenen. Joris, ik heb een belangrijke vraag voor je. Mogen we binnenkomen? We hebben een cadeau voor je. Maar laten we uit deze hemelbreuk weggaan. Gaston draait zich om naar de camera. Ja, mensen. Dat is ook televisie, Sputnik.